Het zijn twee uiters. Ik kan ten opzichte van mijn vriendin ongelooflijk attent en lief en leuk zijn. Maar door één woord die me niet aanstaat, kan ik aan het ene aan de andere kant raken en word ik onleuk, word ik een monster bijna. Mijn naam is Glenn Helberg en ik ben psychiater, psychotherapeut. Deze week ontmoet ik een schrijver uit Gent, wiens leven geplaagd wordt door angsten. Angsten die hij beter wilt leren begrijpen. Dit is Herman Brusselmans. Ik mag me opsluiten in een klein kamertje. Ik zal nog 1000 boeken kunnen schrijven. Je gaat dus ook nooit waarschijnlijk een writersblok hebben dan? Dat is voor Jeannette. Ik zou ze graag eens achterwaarts in de poes nou, hè. Ja, dat is een speciaal aan. Ja. Ze is klein en ze dikke tieten, dat is fantastisch. Hè. Ik heb 5 relaties gehad in mijn leven. Dit is je vriendin nu, hè, Lena. Hè? Lena, ja. 34 jaar jonger. En dus dan kan je wel al eens hopen dat het de laatste is van je leven natuurlijk. Hè. Herman, wat wil je eigenlijk vandaag gaan bespreken? Wat ik met jou wil bespreken? Ja. Nou, verschillende dingen, wat je maar wil. Kijk, ik heb geen lijken in de kast. Ik ben iemand die altijd zegt tegen een interviewer, je mag vragen wat je wil. Ik ben een redelijk open boek. Vooral ook omdat ik over alles wat er gebeurd is in mijn leven, heb ik eigenlijk al geschreven. Ja, nu ben ik geen interviewer, hè? Maar ik ben iemand die met je meedenkt. Mm-hmm. Dus ik zou ook willen weten, heb je een vraag waar we samen naar kunnen kijken? Wel, de angst is, de angstaanvallen zijn een groot punt in mijn leven. Hè. De angststoornis eigenlijk, die voor het eerst echt boven water gekomen is toen ik al in de 20 was. Maar als ik in retrospectief kijk, dan ben ik altijd wel een soort van angstig jongetje geweest. Mm. Altijd in een hoekje gekropen. Ja. Ik weet niet of het klopt, maar het is bijna alsof ik in jouw uitdrukking zag dat je in een soort van angstige situatie terecht ja, was. Ja. Ik heb wel een redelijk beladen, zware jeugd gehad. Ook vooral door het milieu. Het milieu van de veehandel. Mijn vader was de veehandelaar. Die man was altijd gestresseerd, altijd onrustig. Ik heb ongelooflijk veel dierenleed gezien. Er was geweld tussen mens en dier. En eigenlijk daardoor, misschien net daardoor ook tussen mensen onderling. Iedereen was gespannen, iedereen was op zijn hoede. Ik zoek daar ook de oorsprong van mijn angststoornissen die ik al heel mijn leven heb. Je zegt, ik heb een ongelukkige jeugd gehad. En op een bepaald moment ontworstel je je, maar je ontworstelt je niet aan die angst. Maar je hebt wel ontzettend je best gedaan om daarmee te leren leven. Ja, precies. Tot en met nu eigenlijk. Ja. Wat een belangrijk element is in een angststoornis, is de angst voor de angst. Dat je gaat denken, s'avonds vanmiddag had ik of vanavond had ik iets vreemds. Hopelijk krijg ik dat morgen niet weer. En dat zorgt dus een trigger om het inderdaad weer wel te krijgen. Dat je bijna zit op te wachten van ik zal het toch niet weer krijgen. En dan wordt het een soort ketting van aanvallen die leiden tot een toestand waarin je niet meer functioneert. En ik ben dan ook alcoholicus geworden door. Niet omdat het zo lekker is om te zuipen, maar om de drank als anti-angstmiddel te proberen. Als jouw medicijn? Als medicijn, ja. Ik heb ook echt medicijnen geslikt. Hè. Voorgeschreven door verschillende dokters. En ik zat in de jaren 80 zat ik op bepaalde momenten zo diep door die angststoornis dat ik dacht van, ik hou dit niet vol. Ik mag er een eind aan. Ja. Ik heb altijd wel graag geleefd. Maar het was soms zo ziekelijk, dat ik dacht van, dit houdt geen normaal mens vol. En ik werkte toen in een bibliotheek. En ook daar, die vier muren kwamen op me af. Ik voelde me niet lekker. En toen dacht ik, de omgeving waarin ik het beste functioneer, is gewoon mijn eigen huis. Hmm. En toen heb ik het risico genomen, want dat was wel een risico in de jaren 80 in Vlaanderen, om professioneel schrijver te worden. En toen is het beter gegaan, ja. Maar echt 100% weg of genezen of onder controle is die nooit. Ja.
Ik hoor dat die angst en die angstaanval het begin is geweest van jouw schrijverschap. Ja, eigenlijk wel. Je wordt nu eigenlijk bijna door de keuzes die de angst voor je maakt, of althans die jij volgt, is je gaat fulltime schrijven. Een vraagje over het begin van jouw angst. Heeft iemand je kunnen uitleggen wat er letterlijk gebeurde? Nee. Ja. Oké. Ik vind het altijd prettig om heel technisch naar angst te kijken. Hoe werkt dat mechanisme precies? Je hebt heel duidelijk verteld over de angst voor de angst en hoe het zichzelf verder uitbouwt. En een van de dingen die daarbij een rol spelen is iets heel simpels als de ademhaling. Nou ja. Dat kan je helpen die emoties te reguleren. Heb je daardoor het aardig aan besteed? Ja, kijk, ik ben ten eerste een zware roker. Al heel mijn leven. En dat is heeft, op 9-jarige leeftijd, ja, heb dat ik begrepen. Dat heeft invloed op je ademhaling. Hè? Maar inderdaad, de emotie heeft te maken met mijn ademhaling. Kijk, ik zal eens een beeld schetsen. We hadden thuis zo een zandbakje. Zo. En dat was met 4 betonnen platen werd dat zandbakje gemarkeerd. En in dat zandbakje zat is een kikker. En die wou eruit springen. Dat lukte niet. Met zijn pootjes zo aan dat plaatje, maar hij viel telkens weer terug. En zo voelt mijn ademhaling soms. Van, ik raak er niet over, snap je? Mijn ademhaling zit niet juist. Ik moet anders ademhalen. En dat kan opgewekt worden door emotie. Als ik echt in een bui zit van... En ik heb ze soms. Ik probeer ze af te bouwen, maar het lukt nog niet altijd. Buien van agressie. Geen fysieke agressie, maar verbale agressie. Vooral tegen de persoon die dichtst bij mij staat. In dit geval mijn vriendin. En dat voel ik aan mijn ademhaling. Die kikker die net niet over het muurtje gaat... en dan hoor ik je zeggen letterlijk... ik heb mijn angst misschien wel meer onder controle... maar ik heb nog niet onder controle eigenlijk de emoties. Die emoties niet, nee. Die zijn er nog altijd. Vandaar dat ik ook nu spreek over, dat is weer iets anders... Die buien van agressie die je kan hebben... die komen natuurlijk voort uit emotie. Ja. Mijn persoonlijk leven wil ik een relatie. Ik wil dat dat perfect is. Ik wil dat er geen barsten in komen. Ik wil dat er geen ruzies zijn. En als die er wel zijn, dan ga ik een grens over. Ik ga over de rode, eigenlijk, zoals het heet. En dan word ik, kan ik potentieel verbaal zeer agressief worden. Ja. Wat vind je daarvan? Dat je dat... Dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is verschrikkelijk, maar het hoort bij mij. Mijn vader had het alleszins ook. Heel vriendelijke, leuke man, tot hij omsloeg. En je wist nooit hoe je hem ging krijgen. Dan kwam hij thuis van zo'n veemarkt of zo. En dan zaten we eigenlijk allemaal een beetje te beven van hoe gaat hij binnenkomen? Gaat hij leuk zijn of niet leuk? En dat ondervinden de mensen die dicht rond mij staan, ondervinden dat ook. Ja. En ik vind het zelf verschrikkelijk. Mijn vriendin vraagt continu, maar waar komt dat vandaan? Nu ben je leuk en lief en een uur geleden was je zoals een monster bijna. Ik weet het niet. Daar zou ik echt eens therapie moeten vervolgen, denk ik. Nou, we hebben op dit moment de mogelijkheid om erover na te denken. Precies, daar zijn we ook mee bezig. Ja. Ja. Want aan de ene kant zeg je dat hoort bij mij, maar het is ook een beetje een vreemd lichaam, zou je willen kunnen zeggen. Ja. Kun jij teruggaan naar zo'n moment waarop je eigenlijk zegt... en opeens is het er, ja, dat je lijf in de war raakte, dat jij in de war raakt. Ja, of je lijf niet in de war, dat je lijf zegt, het zit niet goed. Ja, het hangt ervan af. Het kan een maand niet zijn en dan weer even wel. En 5 minuten later al spijt en het weer goed maken. En, dus waar komt het de ene keer wel vandaan, de andere keer niet? Ja, dat is al heel mijn leven een raadsel, want... Het verhaal gaat dat ik, dat heeft mijn moeder vertelde dat dan bij wijze van grap, toen ik ouder was, dat ik op 4-5-jarige leeftijd, hè, we hadden een erf en aan de ingang daarvan was een redelijk drukke weg waar ook veel voetgangers liepen en zo, dat ik aan het erf stond en mensen stond uit te schelden. Tot het schuim op mijn lippen kwam. Toen bleek al van, ja, dat is een verlegen mannetje, maar als hij echt in een bepaalde stemming is, wordt hij ongelooflijk kwaad en boos op iedereen en op heel de wereld. En ik heb dat altijd wel wat gehad. Als je dat voorstelt, hè? Dat kleine jongetje dat dan ontploft. Wat zou er bij een kind aan de hand kunnen zijn dat je ontploft?
Ja, ik geloof wel in persoonlijkheid, in karakterstructuur. Wat zit er in? Jij hebt daar meer verstand van dan ik. Maar ik denk dat je met bepaalde kenmerken of elementen in je karakterstructuur wordt geboren. Ik heb misschien wel verstand van persoonlijkheden, maar ik kijk graag naar ontwikkelingen. Ja. Hoe wordt het tot iets wat we karakter gaan noemen, waardoor het er anders uit kan gaan zien? Natuurlijk, sorry dat ik onderbreek, als ik daar stond, moet je natuurlijk ook al op die leeftijd al bepaalde woorden kennen waarmee je mensen uitscheldt. Ja. Ik heb van in de wieg heb ik woorden gehoord zoals klootzak en smeerlap. Dus er werd heel veel gescholden bij ons thuis. Dus ik zeg bij wijze van grap wel eens van... Mijn eerste woordje was niet papa tegen mijn vader, maar was klootzak. Omdat ik het van hem geleerd had. Zal ik even een gedachte met je delen die ik nu krijg? Ja, doe maar. Die gedachte is van, god, dat kleine mannetje die leert schelden. En in mijn vak zeggen we dat we, al is het naar, die hersenen die registreren het wel en het wordt wel een automatisch geheel. Mm-hmm. En elke keer dat je er naartoe gaat, zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen, het is alsof de hersenen beloond worden. Dus zelfs als kind, als ik dus denk aan beloning, zit er een soort van leedvermaak bijna. Hè? Beloning in onbekende mensen eigenlijk met de grond gelijk maken. Ja. En wat zie je later in je columns doen? Ja, absoluut. Dat is een voortzetting. Ja. Wat ik nu doe in de Nieuwe Revue is een voortzetting van wat ik deed toen ik 4 jaar was. Wat voel je als ik die lijn zo voor je schets? Ja, dat je de nagel op de kop slaat. Dat die lijn er is. Dat er een verband is tussen wat ik deed toen ik 4 was en het feit dat ik schrijver ben. Maar ook met die buien van agressie ten opzichte van mijn vriendin. En ja, waar komt die... Natuurlijk, maar ik ben zeker, mocht ik alleen maar die lieve, leuke jongen zijn, dat ik nooit schrijver zou worden. Dus soms denk ik, ja, gelukkig heb ik dan wel, want daardoor heb ik heel veel kunnen schrijven wat ik geschreven heb. Je zou eigenlijk zeggen, als je in therapie zou gaan en we zouden jouw controle kunnen laten krijgen op je agressie, dan is je boek weg. Ja, huh? Dus... Die therapie zou ik weigeren. Als je zegt tegen mij, ik kan via therapie jou van je agressie afhelpen, maar je literatuur schiet erbij, dan weiger ik. Dat klinkt eigenlijk een beetje vreed ten opzichte van mezelf zelfs. Zelf ben ik niet van mening dat als de ellende verdwijnt, dat het talent teniet gedaan zou worden. Want het talent zoekt altijd zijn weg. Ja, misschien wel. Misschien, ja. Ja, maar dat weten we niet. Nee, dat weet jij niet. Want je denkt, als we het weg zouden lezen, oh god, het valt weg. Ja. Ik denk dat als er een talent is, dat een talent altijd zijn het de weg zoekt. Dat het niet kapot te krijgen is. Niet kapot te krijgen is. Ja, het is mogelijk. Herman, wat heb je tot nu toe, in het gesprek dat we gehad hebben, wat heb je ervaren? Ik had het over de agressieve buien, hè, die ik soms heb. Agressie is een zwaar woord, maar goed, hè, verbale agressie, over de rode gaan enzovoort. En het feit dat mijn leven bepaald is door een stoornis. Hè. Door een? Stoornis, door die angststoornis. En we hebben het inderdaad over gehad. Dat klopt. Heb je er ook iets bij ervaren dat we het erover gehad hebben? Die buien van agressie is wel een rode draad in al mijn relaties. Ja. En ik vind het verschrikkelijk. Kijk, ik heb nu 2 jaar een relatie met Lena. En ik heb die al veel leed berokkend door mijn agressieve buien. Iets wat me vaak triggert is, en ik noem het zelf, onverantwoorde argwaan en jaloezie. En dan moet je de toestand bekijken. Dus ik ben 60. En mijn vriendin is een heel mooi, aantrekkelijk meisje van 26. Dus dan ga ik denken, nou, wat doet hij met mij? Zo'n lelijke oude Belg, terwijl ze waarschijnlijk iedereen leuke jongens kan krijgen enzovoort. En ze heeft ook haar eigen leven voor een stuk in Brussel. En dan ga ik denken van, nou ja, in Brussel daar zit ze daar en daar en gaat ze op café zitten en dan ontmoet ze die en die. Gewoon platte argwaan en jaloezie.
Ja. Ik heb dat altijd wel gehad in mijn relaties met vrouwen. Van, dat ik toch een beetje... Bezitterig is dan weer het woord niet, maar toch wel argwanend en een beetje jaloers ben. Ja. Ik, niet dat ik ze met een ketting vasthang aan mijn bank, maar ze moeten toch ook niet te veel vrijheid willen, want dan word ik al nerveus. Ja. En als we het dan hebben over die momenten dat je dus je agressief kan voelen en dat je niet alleen het voelt, maar dat je het ook uit. Je noemt het argwaan. En argwaan heeft een bodem. En die bodem is dus een bepaalde onzekerheid, ja, die er is. Wel, het kernwoord wat je genoemd hebt is onzekerheid. Dat komt er allemaal op neer, geef mij liefde. Of wil je mij wel liefde geven? Of geef je mij genoeg liefde? Of snap je? Dus er is altijd wel een aanleiding. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die buien van agressie. Dat je jezelf eigenlijk minder waardig vindt. Dat je denkt van, er zijn toch veel leukere mensen om mee om te gaan dan ik. Ja. Er is tegenwoordig een woord daarvoor, wat een heleboel daarover zegt. En dat is eigenlijk mannelijke fragiliteit, de kwetsbaarheid van de man. Ja. Leer je als man volledig mens te zijn, ben je in harmonie met alle gevoelens die zich aandienen. Ja. We zien dat er een grote overdracht is in onze samenleving. En dat is die mannelijke kwetsbaarheid. Ja, kijk, hoe het is... de man leert omgaan met zijn onzekerheid. Ja, die jonge meisjes van nu zijn veel mondiger. En veel minder bereid om zich ten dienste te stellen van een man. Dan vroeger. En ik moet zeggen, ik ben daarin wel verwend. Hey, mijn moeder was een zorgende factor. Mijn eerste vrouw was een zorgende factor. Mijn tweede vrouw was een zorgende factor. En dan heb ik twee relaties gehad met veel jongere meisjes. En die zijn geen zorgende factor meer. Dus jij kunt letterlijk ervaren hoe het is. Je noemt het verwenning. Maar je kunt letterlijk ervaren, heb je ervaren hoe het is als je als man bepaalde behoeftes hebt. Dat de vrouw er wel zou zijn. Ja, precies. Om dat voor je in orde te maken. Te regelen. Wat de rol heeft gespeeld is dat ik een hele harde slag heb gekregen toen mijn tweede vrouw, Tanja, met wie ik 20 jaar samen was, die is weggegaan. En toen moest ik eigenlijk voor een stuk op mezelf gaan leven, wat ik nooit gedaan heb. Ineens moest ik bij wijze van spreken zelf eens boodschappen gaan doen. Ik had dat nog nooit gedaan, ik had nog nooit een supermarkt van binnen gezien. Ik kan niet koken of ik kook niet, de boekhouding wordt voor mij gedaan. Er werd altijd voor mij gezorgd. En als je dan een partner krijgt die zegt, nou ja, als jij het niet doet, waarom moet ik het doen dan? Is het omdat ik een vrouw ben dat ik het moet doen? Ja, vergeet het. En dat is wel een beetje een schok voor mij, eerlijk gezegd. Ja. Dus wat is jouw reactie daarop? Ja, dat we heel recent bij een relatietherapeut geweest zijn. Ja? Omdat ik kan dat niet volgen. Weet je wel, dan gaan we samen naar Amsterdam. En dan komen we in Amsterdam en dan springt ze op tram 4 en van tram 4 naar tram 11 en dan weer de bus en dan weer bij die oom en die tante helemaal Amsterdam rond en met het pontje naar Noord enzovoort. Sla ik volledig tilt. Dan denk ik, dan zeg ik tegen haar, baby, ik ben hier te oud voor. Herman, ga je eventjes afremmen. Ja, doe maar. Als ik nu in die lijn van de emoties die je hebt, de wijze waarop je dus verhoudt tot je agressie is dat je aan de ene kant zegt, het komt uit al die generaties, het is voor mij niet leuk. En we proberen nu ernaar te kijken. Hè? Ja. In relatietherapie, als mensen komen bij een therapeut, is heel vaak een vraag, wie is de baas in die relatie? Ja. En dan moet je dat uitzoeken. En dan moet je... De mensen moeten weten dat dat een rol speelt. Kijk, ik moet zeggen, al mijn relaties, en dat zijn er 5 geweest, langere relaties, is de vrouw altijd de baas geweest. En misschien komt die agressie wel voort uit het feit dat mij dat frustreert. Dat ik een beetje onder de duim word gehouden en dat ik dan losbarst, weet je wel. Maar goed, het is een beetje dubbel, hè, want de vrouw is altijd de baas geweest, maar zij heeft mij ook altijd verzorgd. Maar wel op haar voorwaarden. Dus enerzijds is dat misschien een teken van een beetje een zwakke persoonlijkheid die een baas boven zich wil. En anderzijds van de sterke persoonlijkheid die er dan uitbarst. Maar dat uitbarsten moet eruit, hè. Ja.
Ja, Herman, je bent nu letterlijk een grote jongen aan het worden. Ja, ik ben nu pas een grote jongen aan het worden, ja. En je bent aan het leren voor jezelf te zorgen. Ja. Daarvoor wil ik even kijken of ik iets mee kan geven. Mm-hmm. En dat is die ademhaling waar we het over gehad hebben. Ja. Ik ga je vragen om één hand op je borst te zetten... Mm-hmm. en de andere op je buik. Ja, ja, oké. Nu kom ik naast je staan. Wil je proberen te ademen naar deze hand en niet naar deze? Okay. Kijk of dat lukt. Ja, dat lukt, ja. Oké. Okay. Ja, er komt iets meer lucht binnen, ja. Oké. Okay. Ja. Een van de fijne dingen is, je kunt het heel bewust inzetten om situaties te stoppen. Ren niet door, denk niet door, zet het stop. Haal even adem en overzie de situatie. Ja, het probleem is natuurlijk daarbij dat je soms in een toestand bent... dat je ook zegt, fuck mijn ademhaling. Weet je wel? Dat kun je doen. Maar goed, zij zegt, ik wil groeien. Ja. Ik wil mij tot alle emoties verhouden waartoe ik mij wil verhouden. En niet het overkomen of fuck. Want in fuck die ademhaling zit weer de agressie. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dat is nou net wat je wilt leren beheersen. Ja, ja, ja. Oké. En het fijne is, het zal niet je schrijverschap en je talent aantasten. Dank je wel. Wil jij nog iets zeggen waarmee we afsluiten? Ja, ik vond het een zeer prettige ontmoeting. Wat ik vooral besef is dat ik niet te veel moet uitgaan van het feit van het zit in mij. Het is een karaktertrek. Zelfs als het dat is, moet je het kunnen uitschakelen. En ik ga nu... Als ik deze ruimte verlaat, nog één sigaret roken en dan begin ik volop met via mijn middenrif te ademen. Oké, okay. Dat is goed. Dankjewel. Graag gedaan.